betalen is niet leuk. Ja, elke klant die betalen leuk vindt, zeg ik altijd welkom, kom mij vooral geld geven. Dus mijn visie is dat we moeten zorgen dat het op een bepaalde manier leuker wordt. Ik zou bijna de slogan van de Belastingdienst gebruiken, waarbij je zegt van, kunnen we het makkelijker maken? Maar het gaat niet alleen om makkelijker maken, maar ook leuker maken. Hoe kunnen we het combineren met andere diensten, zodat een klant denkt, of een gebruiker, een consument, goh, zo gaat het makkelijk, ik krijg er nog wat bij, ik krijg mijn kortingen automatisch, mijn puntjes automatisch. Dat is mijn visie, we moeten het echt veranderen. Het is al heel lang traditioneel hetzelfde met een kaartje betalen, dat gaat anders worden. Of het nou met een mobiel is of met een smartwatch, we gaan anders betalen en we gaan er veel meer aan toevoegen. Wij als UL helpen onze klanten, dat zijn vaak banken, andere financiële instellingen, maar zelfs winkeliers als het nodig is of openbare vervoerbedrijven. Wij helpen die met advies hoe zij dit nou kunnen gaan doen. Hoe ga je dit doen en dan met name hoe ga je het ook technisch realiseren. En als je dan weet hoe je het gaat realiseren, helpen wij ze ook met het implementeren. We bouwen het niet zelf, maar we begeleiden wel de volledige implementatie. En aan het eind zorgen ook nog eens een keertje dat het goed werkt. Want bij dit soort producten is het wel zo. Je moet van tevoren goed testen of het goed werkt, voordat je het naar de klant toe brengt. Want als het niet werkt, dan krijg je het bal heel snel teruggekaatst en zal een klant het niet opnieuw gaan gebruiken. Als een klant bepaalt hoe die betaalt, dan is dat een heel belangrijk iets. Want dat betekent dus als bank dat je moet nagaan denken, hoe kan ik mijn klanten het beste bedienen? En nu is het gewoon, we hebben het standaard product, maar er zijn concurrenten. Er zijn, zoals we dat mooi noemen, over de top players, zoals PayPal of Google. En straks ook alles wat op Bitcoin-achtige technologie is gebaseerd, die andere mogelijkheden gaat bieden. En een klant verwacht van de banken dat hij daarin meebeweegt. Een klant verwacht dat als hij een overboeking doet van de ABN AMRO naar de Rabobank, dat het direct op die Rabobankrekening staat en niet overnight. Bitcoin doet dat ook, banken moeten dat ook doen. Nou, mijn verwachting is absoluut dat in de toekomst de bestaande portemonnee zoals we die allemaal bij ons hebben, met een stapel pasjes en veel contant geld, die bestaat niet meer. Dat contant geld heb ik al niet meer in mijn portemonnee zitten. En als ik een keer contant geld nodig heb, denk ik, oh shit, ik moet geld hebben. Dus dat gaat verdwijnen. Waar die pasjes precies gaan zitten, dat weet ik niet. Worden die in mijn mobiele telefoon of, als ik al eerder zei, de smartwatch of wat voor een device ook. Dat zal de toekomst uitwijzen, maar dat het zeg maar virtuele kaarten worden, virtuele betaalmiddelen, daar geloof ik absoluut in. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om juist met elkaar te praten hierover. Want dit soort dingen die ontwikkel je niet in een achterkamertje geïsoleerd. Je moet dit samen doen. En ik denk ook dat de Nederlandse samenleving, en dit is een heel congres gefocust op Nederland, laten we het met elkaar doen. Laten we met elkaar zorgen dat we hier de klant het beste bieden. Want uiteindelijk moet de klant centraal staan en moet de gebruikservaring voor de klant hetzelfde zijn wie het ook biedt. En als we dat met elkaar weten doen en door met elkaar te praten dat te realiseren, ik denk dat dat de reden is dat we komen. En dat is in ieder geval de reden waarom wij graag bijdragen aan zo'n congres en ook meedenken hoe kunnen we dit gaan doen.